Kruil? Nee, geen kruil, 100%. Wilbert, dit is de giftigste spin ter wereld. Giftiger dan de zwarte weduwe? Ja. Goeie genade. Dat is te giftig wel. En ook veel agressiever en ook veel groter. Deze wil jij echt, als je hier nog beter wordt, dan heb je een serieus probleem. Als je deze in broek hebt, kan je echt heel lang niet meer plassen. Hmm. Levensgevaarlijk. Dit is echt zeer bizar, hoor, dat we dit zien. Dit is, ja, dit is 100% zeker voor neutriaferen, een volwassen man. Ja, dit is wel een grote jongen hoor, verschrikkelijk. Hij is hartstikke groot man. Ik wil niet weten hoe groot die vrouwtjes zijn, want ik heb dus nog geen volwassen exemplaar gezien. Bloody jongen, dit is echt mega. Maar als je dus een volwassen vrouw wil zien, moet je deze gewoon een avondje volgen, die venster wel. Ja? En wat is dan zo'n typische keer met haar? Nou, kijk je bovenop. Je ziet hier aan de voorkant, zie je, hier met twee strepen, links en rechts van zijn ogen, zie je streep. En hij heeft een beetje een gele gewisgen op zijn achterlijf. Maar laten we kijken wat er gebeurt als ik hem aantik, ja? Hij gaat al een test houden. Nee, het is geen test houden. Dit is gewoon op de. Gewoon plaats even kijken. Kijk, hij is niet bang om achter zich te doen hoor. Kijk, zie je? Nee, hij loopt niet weg. Nee, zie je dat? Andere beesten zullen wegrennen. Nee, zie je die kans kijk? Kijk. Zie je die staken daar? En dan loopt hij dus gewoon langs, hè? Op hoofdhoogte, hè? Ja. Het is wel eventjes serieus. Serieus een gevaar van zo'n simpel bosje om de hoek. Voor nooit hier. En dit is echt een groot exemplaar, hè? Volwassen maatje. Dit is even zeg maar met zijn poten al echt van te groot weer hand. Ja. Hij heeft van die puntige pootjes ook, hè? Ja. Weinig haar. En wat zijn dan die twee dingen die nu bij het blad raken? Zijn dat de kaart? Zijn dat die dingen die daar hangen, dat zijn zo'n tasters. Daarmee dat zijn de mannen uit de pot van zou gaan. Okay. Ja. Oh, nu gaat hij door, die bang. Nu gaat hij even. Een flauwe blinde. Wat een exemplaar, zeg. Van een beest, hè? Wow.